Welkom bij niet een nieuwe FC Afkikken Daily, maar wel de eerste FCA voetbalzomer. De FCA voetbalzomer van maandag 6 juni. Een beetje in een bijzondere setting, want we zitten in een kleedkamer. Ik zit met Marten Haven en Wouter Boerkamp. Ja, en we zitten in een kleedkamer. Dat zal misschien nogal vaker gebeuren. Een beetje gekke locaties in het nieuwe conceptje FCA voetbalzomer. Want we gaan net even iets anders doen. Een beetje hetzelfde, maar net even wat anders. We gaan het zeker anders doen. En jij hebt vandaag geregeld dat we mee konden doen aan het toernooi van Floriant. Bedrijfstoernooi, horecatoernooi. Ja, dat was fantastisch. Dus en de kleedkamer is natuurlijk een hele mooie plek om op te nemen. Het was fantastisch, Wouter. Ja, ik vond het heel leuk. Ik vond het ook heel leuk. Maar heel even het formatje uitleggen. We gaan nu deze zomer, zullen we wat vaker misschien met z'n tweeën opnemen. Niet standaard 5 onderwerpen wat mensen van ons gewend zijn. Maar we gaan wel heel de zomer door. Ik bedoel, ik zie allerlei dagelijkse voetbalpodcasts die stoppen. No, ja. Een klein sneertje. Ja, dat doen wij niet. Nee, we gaan gewoon door. We hebben ook geen vrije dagen, dus wat doen we anders? Volgend jaar weer. Maar ja, het voetbaltoernooi op Floriant, mijn amateurclubje. Hoe is het bevallen? Nou, ik vind het prachtig dat je een beetje een openbaring krijgt in hoe goed wij allemaal kunnen voetballen. En vooraf vreesden we voor 4 nederlagen. Het werden er 2. Ja. En we weten in ieder geval een stuk meer dan we wisten. Nou ja, 2-2 eigenlijk. Hè? 2 wedstrijden gewonnen. De eerste 2 wedstrijden gewonnen, daarna 2 wedstrijden verloren. Ons team, moeten we dat nog even bespreken? Mart als keeper. Goed. Je hebt genoeg te doen gehad vandaag, Mart. Heb ik. Ik vond het niet tegenvallen. Nou, dat vind ik fijn. Ik had een paar situaties dat we elkaar niet begrepen. Maar al met al... Lijnkeepertje. Ja, showkeepertje. Showkeeper, lijnkeeper. Ja. Maar wel echt op de lijn meen ik echt puikenprestatie. Nou, dankbaar. Achterin? Ja, trouwens dat hij het zo goed doet heeft natuurlijk ook te maken dat er een fantastisch centraal duo een aantal keren voor stond. Dat is absoluut waar. De senioren. Goedel rechts en ik links. Dus wat dat betreft... Wout? Ja. Nee, laten we zeggen, we maken heel vaak grappen natuurlijk dat jij gewoon de oudste bent. En opa is een beetje je bijnaam. Maar je draait nog echt heel soepel. Dat sowieso. Maar, nee, laten we eerlijk zijn. Vrij tweebenig. En een aardige inspelpaas. Het wenden en draaien... Ja, zoals beter ik kreeg een paar ballen in de loop ingespeeld. Nou, daar moet je al helemaal niet aan beginnen. Nee. Want dan weet je zeker dat ik hem niet haal. Je hebt 1 corner weggekopt. Zeker, tot mijn eigen verbazing. Paar slidings. Kan helemaal niet goed koppen. Zelfs op onze eigen speler hebben we een sliding gezet. Dus wat dat betreft ging het prima. Ja, een soort Dirk Abels, maar dan links. Ja, nee, ja, Dirk Abels is meer voor de zijkant. Ramon Zomer voelde ik. Ramon Zomer vind ik een veel betere vergelijking. Maar je zei zelf Nick Viergever. Ja, maar die is eigenlijk te snel voor mij. Dus Ramon Zomer vind ik eigenlijk genoeg. een betere vergelijking. Mooi. Daarvoor hebben we een lijntje gehad. Eigenlijk het middenvelder / spitsen. Maar nu sla je zelf over. Nou ja, naast Wout, ja, dan is het heel makkelijk. Met nummer 10 centraal achterin, Callas. Ik had wel nummer 10 snel uit de tas gepakt, ja. Inschuiven ben je ook niet vies van, hè? Nee, maar ik sta normaal op het middenveld. Dus ja, dan ben je achterin best wel saai. True. Vind ik. Ja, ik ben de middenlijn niet overgeweest, dus ik weet niet hoe het op de andere helft is. Aansluiten, maar, dat is niet mijn ding. Nee, maar dat was wel leuk, toch? Ik vond het echt super geslaagd, man. Bartje Olbink, tevoren heb ik een keer bij meegedaan bij zijn team. Die staat wel voor de actie van de dag. Wij hadden de aftrap bij de eerste wedstrijd. Dan krijgt hij wel en hij struikelt over die bal. Ja, dat is lekker binnenkomen. Dat is een hoogtepunt. Ja, dat is echt een hoogtepunt. Lars Jessen viel hem nog een soort van mee. Nee, voor iemand met zo'n beperkte mee. Techniek. Dat viel mij niet mee. Nee, die gozer die heeft altijd gezegd dat hij altijd al heel hoog gekiept heeft. Ja. En je hebt natuurlijk een bepaald... Je kan altijd zien als een keeper gaat voetballen. Als die in het veld staat, zie je dat is eigenlijk een keeper, maar... Ik was niet onder de indruk. Kariel Stufferts, onze man van techniek. Dravertje, 1 hattrick. Nou, ik vind dat hij technisch echt heel sterk is. En dan heb ik het wel over in de techniek studio. In de studio. Ja. Zeker, even kijken hoor. Tom de Vries, de man van de camera. Ja. De man van de afstandsschoten. Beetje egoïstisch. Gewoon 15, 20 meter van de goal gewoon uithalen. Gewoon proberen. Ja. Ja, uiteindelijk heeft hij volgens mij wel 1 of 2 goals gemaakt. Ja. Dus ja, viel me niet tegen. Dan kom ik toch bij een wonderkind wat we vandaag hebben ontdekt. Gijs Kila, onze stagiair. Die schijnt dus gewoon bij NAC te hebben gespeeld. Ja, ik snap niet waarom Noeval Ban is gehuurd is van Feyenoord als je Gijs Kiela aan het lopen. Ze gaan hem ook overnemen, begreep ik zo. Is dat zo? Nee, ik vond Gijs een goede speler. Oh, dan wordt hier in de kleedkamer hierna zelf feest gevierd. Die zijn wel door. Dat horen. Ja. Ja, wij niet. Nee. Zo. Nee, die zijn niet door. Nee. Zijn door Kenneth in de spits. Lekker, snelheid. De enige AZ-supporter van Nederland. Hij had 1 actie waar bijna elke verdediger intrapte. Het was ook elke keer dezelfde actie. Ja. Dus op een gegeven moment wist je wel wat hij ging doen. Ja. Maar hij was vaardig aan de bal. Dus er blijkt veel meer voetbaltalent in de FC Afkikken te zitten dan ik dacht. Audrey. Matig voor mij. Nou ja, ik vind dat eigenlijk niet kan. Op dit niveau. Nee. Ik speelde Audrey nog een bal in en dan kwam het eigenlijk een doelpunt uit. Dus, maar dat was geen lekkere bal voor mij. Ik wou net zeggen, probeer je jezelf nou een compliment te geven? Nee, juist niet. Nee.
Nee, die bal ging over me heen. Dat was een lullig doelpunt. Maar goed. Al met al? Ik vond het leuk dat je ons hiervoor hebt ingeschreven. En, betaald. En heb je ook betaald? Ja, ik stuur nog een tikkie. Ja, mag allemaal naar Wout. Penningmeester. Ja, kan ik van mijn AOW nog wel betalen, denk ik. Maar nee. Naast de afloop niet helemaal hoe we gehoopt hadden. Dus twee keer dik gewonnen en twee keer verloren van goede tegenstanders. Ja. Jij vergeleek het met Willem II, dat vond ik mooi. Ja, we hadden eigenlijk na twee wedstrijden hadden we de trainer eruit moeten gooien. En dan was het misschien nog wat geworden, maar... Ja, onze eigen Martin van Geel, die mag bij zichzelf eraan gaan. Ja, we hebben wel wat versterking nodig. Dus kan je goed voetballen en denk je ook nog iets met media te kunnen. Dan ben je van harte welkom bij ons. Sowieso, er zijn altijd vacatures. Zeker. Vooral de tweede. We kunnen wel een paar goede mensen gebruiken. Ja, op meerdere vlakken. Hey, laten we het lekker over voetbal gaan hebben. Want onze prestaties achterwege gelaten. Het Nederlands elftal. Daar gebeurde wel even wat. Wanneer was het? Vrijdag? Ja, vrijdagavond. Ik sluit niet uit dat er ploegen zijn op dit toernooi die ook van dat België gewonnen hadden. Ja. Zo. Is dat zo? Ik was niet onder de indruk. Ja, maar dat is toch ook wel een beetje hoe Oranje het aanpakt. Zeker. Je kan hoogstens zeggen dat België niet super gemotiveerd was. En dat snap ik ook heel goed trouwens. Ja, maar je wil je ook niet thuis even met 1-4 voor lul laten zetten. Dus wat dat betreft, ja. Er valt hier een biertje op in de kleedkamer. Lekker bezig op. Maar ik denk dat je Oranje toch wel echt heel goed hebt gezien. Zeker. Ik was heel erg onder de indruk hoor. Ik vind ook zeker dat je het bij Oranje moet zoeken. Maar ik snap ook heel goed als jij Kevin de Bruyne bent. Je hebt zo'n zwaar seizoen gehad. Dat het lastig is om je op te laden voor een Nations League wedstrijd. Dat is toch andersom precies hetzelfde? Ja, weet ik niet. Waarom heeft Virgil van Dijk dat niet dan? Nou kijk, omdat ik denk dat de Belgische ploeg is ook een beetje over de top heen. En ik denk dat... En dat Nederland met Van Gaal wel ook nieuwe inspiratie en nieuw geloof heeft. En dat als jij met een elftal heel erg gelooft in de toekomst, dan is dat denk ik wat anders dan dat je gewoon in een proces zit als België met Martinez, wat toch meer al gewoon veel langer bezig is. Nou ja, een proces wat bijna op zijn einde lijkt te lopen. Ja, daar lijkt het op, hè? Maar kijk, wat Nederland heeft gedaan, want dat hoorde je de spelers na afgelopen ook zeggen, zowel Virgil van Dijk als Steven Berghuis, van ja, daar hebben we op getraind. Dus ze zijn inderdaad heel specifiek bezig met het inslijpen van een speelwijze. Ik had vrijdag nog aangegeven, gooi nou gewoon... Sowieso Martin Zindy. Ja, gooi al die gasten erin om ze in het diepe te gooien. Schout ook, maar ja, uiteindelijk heb je nu gewoon een perfecte voorbereidingswedstrijd gespeeld op het WK. En kun je misschien hierna dan gaan experimenteren. Ja, en in hoeverre strooit deze wedstrijd dan misschien wel ook zand in je ogen? Ja, hoezo zou dit zand in je ogen streken? Nou ja, als je 4-1 wint van België, behoor je misschien wel tot gewoon landen die outsiders zijn? Ja, dat ging gelijk natuurlijk. En dat is ook wel typisch Nederlands. En maar tegelijkertijd is het inderdaad, als je gaat kijken verhoudingen, hoe het dan zit, kan je zeggen van nou, België vinden we volgens mij allemaal best wel een goed team. Dit is wel heel erg knap, dus je hoort inderdaad tot de betere landen. Maar die spelers vond ik best wel reëel na afloop. Dat ze zeiden van, we weten nu alweer dat het in de media zou gaan over wat we dan op het WK zouden gaan doen. Maar dat is het ook weer niet. Nee, maar het was ook niet geflatteerd, hè? Nee, dat vond ik ook niet. Maar daarom, zeg maar, verbaas me dat je over België begon. Ik vond het België niet indrukwekkend. Nou, ik vond dat Nederland dat heel erg afdrong. Nou, over Frenkie hoeven niet eens... Maar je had er echt nog veel meer doelpunten kunnen maken. Ja. Maar dat maakt er niet uit. Dat zegt er juist meer over hoe Nederland... Ja, maar als die gasten bij België niveau halen, dan win je toch niet zo makkelijk. Maar hoezo? Als jij zelf zo ongelooflijk goed speelt. Dat middenveld, dat was perfect. Berghuis, in die rol waarin die speelde, dat zorgde er ook voor dat Frenkie veel meer kon spelen zoals hij wilde. Tuurlijk. Maar dan dwing je af dat België op een gegeven moment Kevin de Bruyne niet eens aan de bal krijgt. Ja, dat is precies wat je wil. Ja, maar zo'n Kevin de Bruyne, hoe die bal verliest, dat gebeurt hem als hij 100% erbij is, gebeurt hem dat toch niet? Zeker, maar tegelijkertijd, dat zou toch in deze wedstrijd ook Virgil of zo kunnen overkomen. Dus ik vind het niet... Dat zijn individuele fouten, maar systematisch heb je toch België helemaal aan gort gespeeld. Je hebt het ook goed gedaan, maar ik vind niet dat je kan zeggen dat dit België in topvorm was. Want dan presteren ze simpelweg meer tegen een Nederlands elftal. Je kan hier wel heel veel dingen uithalen, denk ik. Want wat je volgens mij hebt gezien is dat je redelijk makkelijk met ruimte in je rug kan verdedigen. AK was goed. Ja, AK deed het voor mijn gevoel heel goed tegen Lukaku. Nou ja, Van Dijk is sowieso geen twijfelgeval. En Timber met ruimte in zijn rug gaat ook prima. En aan de bal was het ook weer heel goed. Enige twijfelgevalletje vond ik erin Dumfries. Die vond ik niet helemaal scherp. Maar voor de rest kun je heel makkelijk als Nederlands helft ook ver van je eigen goal verdedigen. En dat vind ik heel best wel positief om te zien. Ook als Blind aan de linkerkant staat. Die echt fantastisch was. Zeker. Ja, als linksback, hè. En in het verleden hebben we wel eens gezegd, kan dat nog? Ik zit even... Hebben jullie dat gezien? Volgens mij was het een dubbele persco, Blind en Timber. En Blind zei iets van, je hebt geen snelheid nodig. Of voor diepte heb je geen snelheid nodig. Nee, maar dat zei Peter Bos toen ook wel eens. Als je altijd gewoon goed staat en druk op de bal houdt, dan heb je dat in principe niet nodig om die ruiten in je rug te coveren.
Ja, het is natuurlijk wel zo, dan moet je wel altijd goed staan. Want als het een keer ergens verkeerd gaat, is het wel lekker als je een, noem eens iemand, een Hector Bellerin-achtige speler, Davinson Sanchez hebt, die dat even met een sprint helemaal dichtloopt. Ja, maar ik denk dat je niet inderdaad met Ake en Van Dijk heb je bijvoorbeeld spelers die van nature ook echt heel erg snel zijn. Dus daar in het centrum los je inderdaad al heel veel op. Zeker. En Nathan Ake, ik begin langzamerhand te denken dat we die komende winter eigenlijk ook wel zien op het eindtoernooi in de basis. Ja, het is natuurlijk wel een speler die ook met City gewend is om wel redelijk met veel ruimte in zijn rug te spelen. En ik denk dat Van Gaal dat wel heel erg een voordeel vindt. En het is natuurlijk een linkspoot. Ja, wel, want dat levert wel gelijk op linksback iets op, waar het in Nederland best veel over gaat. Tyrone Malacia, complimenten te over, denk ik, in Nederland. Owen Wijnaldum niet bij de selectie dit keer. Maar hij kiest toch wel Stefans voor Blind. Ja, maar dat vooral ook omdat hij toch in balbezit echt een middenvelder is. En ja, ik denk dat Van Gaal ook, hoe subjectief en simpel dat misschien is, zo'n paas op Van Persie zit nog steeds in zijn achterhoofd, denk ik. Die toegevoegde waarde heeft Blind. Ja, Malacia kan dat niet. Dat is één moment. Je kan ja, maar bij Blind kun je zo van die wedstrijd tegen België kun je er zo 10 momenten uithalen. Ja, wat topkwaliteit aan de bal is. Ik zag statistiek over volgens mij de grootste 7 competitie van Europa. Van welke verdediger de meeste passes naar iemand in de 16 die aankwam had gegeven, stond Blind bovenaan. Nee, top 7 competities. Inderdaad van. Nou is het voor Blind natuurlijk bij Ajax ook lekker voetballen. Ja, maar dit in het Nederlands elftal ook. Als je ziet hoeveel zekerheid je achterin hebt met die 3 centraal. En hij kan in principe doen wat hij wil. En ja, hij, zelfs bij die 4e goal kwam hij als een soort tweede spits kwam hij erbij. En volgens mij gaf hij die assist bij de goal. Op Dumfries gaf hij. Zeker, back-to-back. Ja, dus ik... dan zijn ze er zelfs 2. Want hij stond bij... Blind heeft 2 assists. Ja, bij die andere goal kopte hij hem door, zeg maar, naar de zijkant. Dus ja... Hij heeft ook heel veel vrijheid binnen deze rol. Het lijkt me echt heerlijk voor hem om in deze situatie te voetballen. Over vrijheid gesproken. Iemand die we ergens waar 20 graden warm is, een beetje zien struggelen. En hoe je hem dan vrijdag zag, Frenkie de Jong. Ja. Ja, ik weet niet wie dat zei. Volgens mij zei Jan van Hals dat. Van, eigenlijk had Barcelona hem nooit moeten kopen of ze hadden hem moeten kopen voor de rol van Busquets. En ik ben het niet heel vaak met Jan van Alst eens, maar ik vind dit op zich wel een valide punt. Hoewel de rol van Busquets nog iets anders is wel natuurlijk. Ja, tuurlijk, maar daar is hij wel als nummer 6 echt het eerste aanspeelpunt. En dan zie je ook wat hij kan en hoe ongelooflijk veilig hij aan de bal is. Ik blijf het bewonderenswaardig vinden dat je gewoon met een man in je rug blijft wachten en een keuze maakt. Ik vond 2 momenten eigenlijk heel mooi. Eentje was in de wedstrijd, volgens mij leed hij balverlies waar een hele grote kans uitkwam. Die pakte Sillissen. En het allereerste wat gebeurde was Frenkie de Jong aangooide volgens mij. En dat die 3 man voorbij dribbelde. Ja. Zeg maar de seconde, echt 5 seconden nadat je dus balverlies hebt geleden. Wat gewoon tot een kans kan komen. En na afloop was in een interview met Jeroen Stekelenburg. Die zei van, Frenkie, is de bedoeling dat jij zo snel mogelijk aan de bal komt? Ja. En dan dacht ik van, hoe vet is dat als jij Frenkie de Jong bent. En een heel team, de beste voetballers van Nederland. Daarvan is de bedoeling eigenlijk dat de bal zo snel mogelijk bij jou is. Ja, en hoe fijn is het voor het Nederlands elftal dat ze hem erin hebben lopen waarbij ze dat vertrouwen in hem hebben. En ik moet ook wel zeggen dat het ook wel weer heel slim was neergezet door Van Gaal. Omdat Berghuis, die had gewoon de dag van zijn leven. België anticipeerde trouwens daar ook niet op. Ze hadden continu overtal op het middenveld met Berghuis en met de Jong erbij en Klaassen. Ja, dat werkte gewoon echt perfect. Dus ik vond en de Jong en Berghuis vond ik heel goed. Dus conclusie, Oranje heeft afgedwongen dat België zo zwak leek. Ik denk van wel. Denk ik ook. En België, niet met een B-elftal of zo. Hè. Ze zijn gewoon met dat hele normale elftal, om het zo maar even te noemen, begonnen. Ja, en het werkte gewoon niet. Nee. Maar inderdaad, wat jij zegt is misschien wel van, we hoeven nu niet de Polonaise te lopen dat we... Maar dat zou ik wel doen, toch? Ik was op het vliegveld. Ik heb een kleine Polonaise ingezet. Van vliegschaamte is Belgisch sprake. Oh nee, absoluut. Nee, ja, maar dat heb ik ook niet. Dus, nee. Ja. Goed verhaal dit. Nee, ja, ik weet het, maar het is eigenlijk niet goed voor het milieu. Maar ja, ik wil ook graag op vakantie. Ik had geen tijd en zin om met de auto te gaan. Weet je wie terug is van vakantie of van zijn bruiloft? Vincent Janssen. Zo, ik heb trouwens een foto gezien. Dat is echt een hele mooie vrouw waar die mee getrouwd is. Ja? Ja, man. Ja. Dat is goed gegaan in ieder geval. Ja, zeker. Volgens mij zag er mooi uit ook. Mooie locatie. En waar alles. Zijn ze getrouwd? Toscane? Ik weet niet precies. Amerika. Amerika? Ja, ik weet niet precies waar. Maar is er ook één plek in Amerika waar alle sterren gaan trouwen? Las Vegas. Ja, dan kan je toch heel snel... In de Elvis pak, Vincent Janssen. Ja, lijkt me leuk. Maar nee, die is er tegen Wils in ieder geval niet bij. Volgens mij sluit hij dinsdag weer aan bij de selectie. En we hebben nog één wijziging. Ja?
Kjell Scherpen is erbij. Mooi vind ik dat. Ik reageerde, dat gebeurde vanochtend volgens mij. En ik reageerde van, dan is het misschien toch logisch om Bijlo op te roepen. Zou kunnen van dat die nog even herstellende is en dat je hem nog niet erbij wil. Misschien nog andere opties. Maar toen had jij wel een goed punt, vond ik. Nou ja, hij heeft natuurlijk eerder aangegeven dat hij heel specifiek soorten keepers wil hebben. Eerder waardoor hij Vermeer bijvoorbeeld keeper wilde maken voor speciale wedstrijden. Omdat hij natuurlijk heel goed was voor zijn goal, goed mee kon voetballen. Nou ja, Scherp heeft ook hele specifieke kwaliteit, is goed op de lijn. Ik vind ook wel dat hij nog wat tekortkomingen heeft. Tenminste, dat had hij in ieder geval toen hij met Ajax onder de lat stond tegen bijvoorbeeld Roma. Mm-hmm. In zijn zekerheid. Maar nou ja, goed, Vlekken werd opgeroepen omdat Van Gaal hem wilde zien en wilde voelen. Volgens mij zei hij zelfs. Nou ja, ik kan me voorstellen dat Scherp ook tot de 10, 15 beste keepers van Nederland wordt. En dat Van Gaal denkt van, nou ja, laat het maar een keer zien. Ja. En dan kan ik zien hoe je anticipeert op bijvoorbeeld de laatste drie. Ja, ik denk ook dat als je naar al die wedstrijden van Jong Oranje kijkt, dat Scherpen daar echt ontzettend goed gedaan heeft. Maar dat hij op clubniveau nog niet altijd presteert. Dus ja, waarom dat dan in zit, weet ik niet. Of dat met speelstijl te maken heeft. Want met Jong Oranje lijkt zich wel goed te voelen. Ja, nou ja, goed. Als je kijkt naar Ochoa, als hij altijd zo goed was als hij bij Mexico was, dan was het de beste keeper ooit geweest. Ja. Maar goed, Scherpen vond ik bij M in de Eredivisie niet zeker. Je zag wel het talent en in de KKD kwam het eigenlijk pas uit. In de Europa League was het ook niet echt indrukwekkend. Bij Emmen pakte hij echt een paar ongelofelijke ballen die heel veel keepers niet zouden pakken. Maar alleen hij maakte ook fouten die andere ervaren keepers niet maken. En dat heb je bij Jong Oranje, die laatste Interland, toen ze met 10 man kwamen te staan. Hij pakte echt een bal. Echt ongelooflijk. Maar er zijn in het verleden wel eens 2 Emmen-spelers geweest die bij ons te gast waren. En die spelen nu niet meer bij Emmen. Die het onbegrijpelijk vonden dat hij onder de lat stond en niet Telgekamp. En nou is Telgekamp geen Edwin van der Sar. Zo slecht was hij bij Emmen zeker niet. Ik zit even na te denken welke Emmen-spelers dat waren. Geef je bronnen niet prijs. Zijn we de twee belangrijkste namen nog vergeten? Depay en Bergwijn? Ja. Vooral Bergwijn, toch? Ja, man. Nou, ik vind eigenlijk misschien dat je elke keer samen moet noemen. Een tandem. Ja, het lijkt me heel vervelend om het tegen te spelen. Absoluut, man. Allebei super sterk aan de bal. Hebben zij samen nog bij PSV gespeeld in de basis? Dat denk ik wel. Alleen dan dat Depay er al was en dat Bergwijn... Af en toe inviel. Ja, ik weet het niet, maar in ieder geval ook hoe beheerst die bal afronde. Volgens mij zei Emiel Schelvis op Schelvink. Blinde Schelvink. Ja, Schelvink. Ja, goed. Dat is een beetje een combinatie van Emiel Schelvis en Bart Obbing. Dat komt waarschijnlijk door het eerste moment van Pieter Vink. Emiel Schelvis-achtig moment. Maar zo beheerst met de binnenkant. Ik vond het echt een prachtig doelpunt. Ja. En ja, het ziet er van keeper een beetje lullig uit, maar ik denk dat zo'n bal echt onhoudbaar is. Ja, dat ben ik met je eens. Ik vind dat die twee elkaar zo ontzettend goed aanvullen. Ik vind het op meerdere manieren. Ik vind het ook namelijk als ze niet de bal hebben. En daar denk je misschien niet zo snel aan met Bergwijn en Memphis. Maar ze hebben best wel een connectie, zeg maar. Waarbij ze heel erg, best wel vaak schuin ten opzichte van elkaar staan. Wat echt perfect lijkt te werken. En aan de bal is het helemaal. Bergwijn heeft gewoon ontzettend veel gevoel voor diepte. En ik was dat op een gegeven moment een beetje vergeten eigenlijk dat hij dat had. Want toen trok hij, zeker bij PSV aan het einde, trok hij heel veel ballen naar zich toe. Vind ik dat je dat bij bepaalde spelers heel veel ziet. Sinisterra, Gakpo, die hebben dat ook heel erg. Dat ze die bal per se in de voeten willen, terwijl ze ook die... Zelfs Anthony, toch? Ja, terwijl ze die bizarre snelheid hebben, die skill. Maar nu vind ik dat hij dat Bergwijn dat heel goed ziet. En ik denk dat Van Gaal dat ook ziet. En ik weet niet of je het allemaal naar Van Gaal toe kan trekken, maar... Het is wel knap om Bergwijn te laten opleven op zo'n moment. Het is wel zo dat Van Gaal spelers echt boven zichzelf uit laat stijgen. En als je die trainingsbeelden ziet, hoe hij redelijk middelmatige eredivisievoetballers complimenteert, alsof het topspelers zijn, dan kan ik ook wel voorstellen dat je echt in jezelf gaat geloven. En dat je denkt dat je beter bent dan je bent. En als voetballer is dat in sommige gevallen echt een voordeel. Ja. Ik denk dat ze bij België heel veel spijt hebben dat ze nooit een keer zo'n bondscoach hebben aangesteld. Want die zaten eerst met Wilmots. Ik ben nu ook niet onder de indruk van Martinez. Dus die hebben nu gewoon echt een generatie gewoon weggegooid, zeg maar. Die hadden heel goed een verhaal kunnen gebruiken. Ja, kijk, het is een financiële kwestie geweest, hè, bij België. Die zijn niet bereid geweest om bizarre bedragen te betalen. En ze hebben de advocaat moeten betalen natuurlijk nog een keer. Oké, maar... Het loopt ook in de cijfers. Dat was niet zo heel veel toen. Ja, die ging heel snel weg omdat hij in Rusland beter kon verdienen. Nee, precies. Maar de KNVB die betaalt ook niet heel veel geld. Volgens mij kun je bij de KNVB een miljoen verdienen. Meen ik. En dat ze daardoor ook gewoon nooit echt internationale trainers hebben kunnen benaderen. Maar ik kan me voorstellen dat als jij coach kan zijn van een club in het linkerrijtje van de Premier League voor 4 of 5 miljoen euro. Misschien iets minder. Dat je dan niet voor een miljoen euro bondscoach wordt van België. Martinez zal er ook niet voor een consumptiebon zitten, toch?
Nou ja, volgens mij... Die komt uit het linkerrijtje Premier League. Volgens mij heeft hij zelf gesolliciteerd. En hij was aan het eindje zeker geen linkerrijtje Premier League meer. Nee, ja. Hij heeft het daar ook niet fantastisch. Nee, maar Casillas zit Everton toch nog steeds wel aardig. Ja. Ja, nee, tuurlijk. Maar uiteindelijk is het gewoon toen een ding geweest dat Martinez zelf graag die baan wilde. En ja, het is niet zo dat... Want je zou met zo'n generatie ook kunnen zeggen... Nou, we gaan een keer voor, noemen ze iemand, fucking Carlo Ancelotti of zo. Staat genoteerd. Laten we het even over Wales hebben. Onze tegenstander, maar ook de ploeg die zich... Heb je geplaatst voor het WK? Fantastisch land, man. Ja? Ja, ik hou zo van Wales. Ik ben er ooit 4 dagen geweest. Ik ging er zonder verwachting heen. En ik kwam echt terug als een typische Nederlandse Corendon toerist. Die dan zegt, ah, zulke lieve mensen. Zo gastvrij en zo'n mooi land. Ja, ik vind het ook echt een prachtig land. En als je niet gewend bent om succes te behalen, dan voelt succes zo mooi. En dan betekent het ook veel meer. Want als je die beelden ziet van die Welsh supporters die liederen zingen in die onverstaanbare taal. Dat ze schapenneukers zijn over zichzelf. Ja, dat is een beetje, ja goed. Ja, als je natuurlijk Brits bent, dan ben je toch altijd een beetje ordinair. Dat gaat er nooit uit. Maar dat is zo mooi en het betekent zoveel voor die mensen. En ik raad iedereen aan om Alice James te volgen op Twitter. Dat is een Welsh comedian slash klein beetje journalist. Maakt ook een podcast over Welsh voetbal. Even in de beschrijving zetten. Ja, met Gabby Don en Roberts volgens mij. En dat is... Die mensen die zijn echt verliefd op Gareth Bale en Aaron Ramsey. En natuurlijk zijn dat allebei spelers die op clubniveau meer hadden kunnen laten zien. Maar als je ziet wat zij betekenen voor het land Wales, dan vergeef ik ze dat gelijk. Ja, zij betekenen ook nog heel veel voor het elftal. Want als je puur kijkt naar die verhoudingen tussen Wales en Oekraïne, had Wales zich echt nooit mogen plaatsen voor het WK. Nee, maar dat is Wayne Hennessy. Was aan het eind bij Crystal Palace, kon het eigenlijk al niet meer. Vond het al gek dat hij speelde. Want die Danny Ward heeft best wel goed EK gespeeld. En nu stond er ineens weer in. Het was echt een beetje een alles lukte dag voor hem. Ja, maar ik vind het bij Wales altijd wel een goede keeper. Maar dat is natuurlijk zo, als het zo bijzonder is om voor zijn land te spelen, dan kun om een van de reden stijgen die spelers echt boven zichzelf uit. En dat chauvinisme is mij totaal vreemd, want ik heb verder niet zoveel mijn Nederlands. Maar zij zijn zo trots. En nou, het lijkt erop dat Bale zelfs doorgaat met voetballen, omdat zij nu dat WK spelen. Ik hoop dat hij bij Cardiff City een jaartje bal in de kruising gaat schieten. Ja, het was wel echt voetbalonrecht in optima vorm. Ja. Oekraïne, zoveel kans. Nou ja, je kan er niet omheen van... het bizarre jaar wat ook alle Oekraïense spelers, je ziet wat het met ze doet, wat ze achter de rug hebben. En dan dat op het veld, dat je dan zoveel pech hebt met die... Ja, het was een penalty toch? Ook. Ja, de duidelijke penalty. Maar ik kan het niet echt verklaren. Nee, vooral de VAR kun je niet verklaren. Nee, maar is het dan, denken zij dan van, oké, het is niet opzettelijk of zo? Ja, het is toch ook een van de meest gerespecteerde scheidsrechters in Europa, dat hij misschien... Ja, hiërarchisch dat dan zo far iets heeft van ik ga hem niet corrigeren. Maar Laos? Ja, maar ik vind het echt waardeloos om naar te kijken. Iedereen, ja. Maar ja, hij heeft wel een goede status blijkbaar in Europa. En daarom mag hij denk ik deze wedstrijd fluiten. Want vorige was volgens mij Makkerli van Oekraïne. Ja, en als je dan dit ziet, ik heb er echt gigantisch aan zitten. Is Danny Desmond toch een stuk betrouwbaarder in ieder geval. Ja. Volgens mij. Ja, en dat hele theater op het veld met elke keer die spelers toespreken. En hij wil met iedereen lachen en wil die een praatje maken. Ja. Ik word helemaal gek. Ik zag aan het eind ook een beeld van hem met Zinchenko. En dat was op zich volgens mij heel goed bedoeld van hem. Maar ja, als jij je niet plaatst voor een WK terwijl je in zo'n extreem belabberde situatie zit. Dan is toch het laatste waar je op zit te wachten is een scheidsrechter die je middel meer genaaid heeft. Ja, precies. Ja. Dat wilde ik ook net zeggen. Ik heb ook puur op voetballend opzicht vind ik het ook wel echt jammer dat Oekraïne er niet bij is. Ik vind het ten opzichte van Wales. Ja, ik heb gewoon niet zoveel met Bill en met Ramsey, zeg maar. Toch een beetje de blikvangers. Ja, en het is ook geen attractief voetbal natuurlijk. Nee, maar Oekraïne ook niet echt. Maar als je dan Zinchenko hebt en Yarmolenko, zeg maar. Dat zijn, ik vind dat zulke mooie spelers. Niet alleen die spelers. Ze hebben echt gewoon een heel goed elftal. Ze hebben ook nog Jabarni achterin staan. Wat best wel een talent is. Dus ook aan voetbalkwaliteit had ik veel liever Oekraïne op dat WK gezien. Ja, en eigenlijk ook voor het land. Ja, ook voor het land inderdaad. Dus normaal gesproken zou je Wales kiezen boven Oekraïne. Maar in dit geval had ik het wel mooi gevonden inderdaad als ze wel waren gegaan. Ja, ja man, al had het voor die bevolking 100% gescheeld. Ja, helaas absoluut niet. Nee, verder ander interland voetbal. Best wel veel verrassingen eigenlijk op de een of andere manier. Frankrijk, die trouwens echt een geweldige goal van Benzema. Zo, man. Verloren van Denemarken. Ja. Engeland verloren van Hongarije. Beetje gekke nederlaag van Frankrijk. Ook gezien die goals die Cornelius schiet hem uit een onmogelijke hoek binnen. Ja, dat is gewoon echt een gewoon een lange spits die niet zo heel veel kan. Dus dat was voor hem waarschijnlijk ook een verbazingwekkend. Volgens de Amin Sar-index gaat die gozer 30 doelpunten maken. Nou, dat kan niet anders. Dat kun je wel berekenen. Dus er waren heel veel verrassende uitslagen, klopt inderdaad. Maar dat kun je ook dan misschien toch wel wijten aan dat die topspelers er gewoon niet extreem veel zin meer in hebben. Nou ja, Benzema behalve die van België. Benzema was hartstikke goed. Alleen, ja, maar ik denk dat iedereen dat een beetje heeft. Ik denk dat namelijk een constante factor is, zeg maar. Dus dat het ook geldt voor de spelers van Zwitserland, voor de spelers van Hongarije. Ja. Messi had er nog wel zin in. Ronaldo had er nog zin in. Die was getergd omdat hij eerst wat ze niet had gespeeld.
Dus er zijn ook wel spelers die zich nog kunnen opladen in deze fase. Ja. Ik vond bij Frankrijk nog een grap. Kylian Mbappé deed niet mee. En daardoor was er plek voor Nkunku. Die natuurlijk bij Leipzig een fenomenaal jaar achter de rug heeft. En daar werd best wel discussie over gevoerd van... Ja, zie je, Mbappé is nu weg en die eist normaal alle aandacht op. En het liep voorin liep het best wel. Ja, discussie is er. Ja, dat is niet goed. Dat slaat nergens op. Maar als je ziet hoeveel last Paris Saint-Germain heeft gehad voor financial fair play. Te veel geld uitgegeven aan spelers, waardoor ze echt het elftal niet konden stutten achterin. Is het toch bizar hoe makkelijk ze Nkunku hebben laten gaan naar Leipzig. Ja, en volgens mij heb je daar nog een paar van Diaby, volgens mij. Ja, meerdere. Hoeveel spelers hebben laten gaan. Zeg veel over de club Paris Saint-Germain. Absoluut. Vanavond, herhaling van de WK-finale 2018, Frankrijk-Kroatië. Kijk, Tippie. Ja. Pik je zomaar nog even mee. Wij gaan denk ik nog even een biertje doen. Nou, eerst even douchen, maat. Ja? Ik ga nou eerst een biertje doen, nee. Nou, ik ga even douchen eerst. Ik ook. Ik zweet me de tering. Ja. Ik kan vast bier halen voor jullie. Nou, dat vind ik lekker. Biertje onder de douche. Thanks, jongens. Dat jullie hier wilden zijn op mijn clubje. Wat vinden jullie van de club? Nou, ik vind het een mooie club. Zes velden, 16 kleedkamers. Wel maar 3 douches in de kleedkamer. Vind ik wel vervelend. Het verstoor ik me altijd aan als ik ergens voetbal en er is een douchehok van 25 vierkante meter met 3 douches. Maar nou goed, als je zo'n grote club ziet, dan verbaas ik me dat jullie maar vierde klasse spelen. En dan denk ik toch dat jullie eerst bij jezelf te raden moeten gaan om jullie zo laag voetballen met zoveel mogelijkheden. Absoluut, wij spelen komende zaterdag, komende dinsdag hopelijk. En die week daarop spelen we na competitie voor promotie naar derde klasse. Spelen jullie nog ergens op een plek wat iets makkelijker bereikbaar is dan Boskoop? Nee, Zevenhuizen. Maar wees echt welkom, we kunnen alle support gebruiken. Oké. Okay. Vind ik een mooie afsluiting. Ja, toch? Dit is een beetje hoe de komende voetbalzomer eruit gaat zien. We gaan veel nog over voetbal praten, wat er allemaal gebeurt. Alle transfers, transferjosties, geruchten, overnames van clubs. Een Nederlands elftal speelt nog. We zullen het vaak met z'n tweeën doen, af en toe met z'n drieën. Soms in de studio, soms op locatie. Klein monumentje voor de voetbalschoenen van Lars Jesse van Heijden. Oh ja, Lars Jesse van Heijden heeft vandaag. Even bij. Voor de mensen die de podcast luisteren, het zijn schoenen. Ja, dit is de Copa Mundial, neem ik aan. Ja. Zijn dit mundials? Ja, mooi. Het is echt... Maar dan echt versleten. Maar ook dat je kijken of er nog een jaartal in staat. Dat je die witte veters erin doet, dat zegt ook veel over de excentrieke persoonlijkheid die het is. Ik had het zo niet achter hem gezocht, eerlijk gezegd. Over Lars gesproken trouwens, de Pantelits podcast special staat online vanuit de arena. Alle 6 waren ze er. Menno Gede schoof nog aan. Dus dat is ook zeker een kijktipje voor deze tweede Pinksterdag. Of voor de derde Pinksterdag. Of de vierde. Of als je geen werk hebt. Of gewoon of tijdens als je wel werk hebt. Net als wij. Ja, beetje half-half. Ja, ik zit de hele dag podcast te luisteren. Dan, en mezelf. Dan is er genoeg. De Core Podcast is er ook nog. Jongens, het is echt ongelooflijk veel. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En wij gaan nog even een klein pilsje doen. Tjus. Later.